ICE Internationaal naar Düsseldorf, Keulen en Frankfurt am Main. Storybook Hotels is een reportageserie over markante hotels uit ons land, die stuk voor stuk garant staan voor een prachtig verhaal over hun ontstaan, hun geschiedenis, hun gasten en natuurlijk het blik achter de schermen. Met minimale middelen, slechts gewapend met mijn iPhone, maak ik deze serie. Er zijn zoveel fantastische verhalen over deze hotels te vertellen. Met het kijken naar Storybook Hotels boek je geen kamer, maar een opmerkelijk verhaal over onze samenleving. Ik sta hier voor het Prins Hendrik Hotel in Amsterdam. Op de Prins Hendrikkade. Een van de meest opzienbarende hotels van Nederland. We weten eigenlijk niet wanneer het gebouw, of eigenlijk de drie gebouwen die samen het hotel vormen, zijn gebouwd. Wat we wel weten is dat ze al in de 19e eeuw actief was als scheepslogementen en kroegen. Dat heeft ongeveer geduurd tot 1900. Als je in het hotel gaat en je gaat door het gangenstelsel naar je kamer, dan kun je nog steeds zien dat het eigenlijk drie panden zijn met nauwe gangen, zoals dat vroeger in de tijd van de VOC normaal was. Nou ja, dat was wel meer normaal, wat we nu niet meer normaal vinden. Want mijn god, hierachter is wat gebeurd, mensen hoor. Wat is nou eigenlijk een scheepslogement, zul je denken? Scheepslogementen waren eigenlijk plaatsen waar toekomstige scheepslui van de VOC geronseld werden. Zo werden er door die scheepslogement-eigenaar mensen de stad ingestuurd, zogenaamde katten en honden. En die moesten ervoor zorgen dat er mensen hier bleven overnachten. Ze kregen tabak, er werd veel drank geschonken en er werden prostituees naar binnen gehezen. En er werd gehoerd en gesnoerd totdat die jongens geen cent meer hadden en helemaal kaal en leeggeplukt waren. Dan konden ze er niet zomaar uit, want zo zachtzinnig ging het niet in die jaren. En dan moesten ze een schuldbekentenis tekenen, zogenaamd sale. Niet zo'n mooi verhaal. Achter mij zien een plaquette van de wereldberoemde jazztrompetist Chet Baker. Waarom hangt hij daar? Nou, Chet Baker heeft hier een kamer gehuurd en heeft op de zeedijk hierachter wat heroïne gehaald. Dat was niet zo vreemd, want eigenlijk was het hier één grote junk- en heroïnehol hierachter op de zeedijk in die jaren. Hij is toen teruggegaan naar het hotel en is hier uit het raam geflikkerd en heeft hier onderaan de Prins Hendrikkade zijn dood gevonden. Ik brand van nieuwsgierigheid. Ik heb de Chet Baker Room geboekt bij Hotel Prins Hendrik. Opgetogen betreed ik de receptie. De Chet Baker Room. Oké, okay, welkom. Dank u wel. Het is natuurlijk om een speciale reden geboekt. Nou, ik geef u allereerst de sleutel. Dan kunt u al naar de kamer. Okay. En zometeen als u terugkomt, dan kunnen we een ander dingetje zo. Dat is kamer 210 en het eerste cijfertje is de verlies. Helder. In de lift drukt u nummer 2. Dankjewel. Ja. Daar gaan we dan. Dit is de plek waar Chet zijn laatste uren doorbracht en die een historie heeft tot in de 18e eeuw. De kamer oogt ruim, is van 3-sterren kwaliteit en op de wand hangt kunst die je gelijk in de sfeer brengt. De eigenaren van de scheepslogementen, zoals dit er vroeger een van was, waren vaak armetierig en kwamen vaak voort uit de prostitutie. Eigenlijk was het een soort modern uitzendbureau, maar dan in de tijd van de VOC. Wat deden die logementhouders? Die stuurden katten en honden, zoals ze dat noemden, eigenlijk zou je tegenwoordig zeggen proppers, en die stuurden ze de straat op om
Denen, Zweden, Nooren, Duitsers, nou ja, Schotten, Ieren, maar ook Nederlanders hier naartoe te halen. En die kregen dan alles wat ze maar hebben wilden. Drank, vrouwen, tabak, geweldig, alles kon. Totdat ze het niet meer konden betalen. Dan hadden ze een probleem. Dan werden ze hier opgesloten in tochtig en natte kelders. En dan moesten ze hun schuldbekentenis tekenen. Een zogenaamd sale. En van die sale, daar konden de logementeigenaren de kosten betalen. Want die konden ze innen, zo'n schuldbekentenis, bij de VOC. Die VOC-vaarders, die werden dan gedwongen om mee te varen op een VOC-schip. En ja, hoe mooi is het dan niet als je als logementeigenaar kon zeggen, geef mij die poen maar voor je 2 maanden geld wat je vooruitgestort kreeg. Zo ging dat in die dagen. En ook nog een nare was, ze kwamen niet altijd terug. Dus soms, als ze dachten ze komen nooit meer terug, dan verhandelden ze die zeilen. En die werden dan aan iemand anders overgedaan. En dat noemden ze dan dat je je zeil verkocht. Later hebben ze daarvan gemaakt, hij verkoopt zijn ziel. Ze zorgden wel dat al die scheepslui een minimaal pakket hadden wat ze mee moesten nemen aan boord van zo'n VOC-schip. Ook dat was weer een afspraak tussen de VOC en die logementhouders. Ze kregen dus bepaalde dingen vanuit de logementhouder mee. Welke dingen? Ik zal het je laten zien. 2 blauwe hemden. 2 slaapmutsen. Een hoed. Twee paar schoenen. 2 paar sokken. 2 camisooltjes noemden ze dat vroeger. Onderhemdjes. 2 linnen broeken. 1 hoofdkussen. 1 paardendeken. Tabak. 1 vaatje drank. Papier. En een pen. 1 dozijn pijpjes. Die heb ik daar liggen. 1 kleurgade. Maar dan wel van schoenmakerskwaliteit. En 2 Riksdalers drinkgeld. Toen nog geen 25 gulden handel. Dat was de standaard uitrusting van een VOC-matroos, verzorgd door de scheepslogementen. Zo werden er rond 1770 27.000 mensen geronseld door de VOC om hun schepen te bemannen. Met niet zulke hele frisse praktijken. Rond 1780 waren hier in deze omgeving van Amsterdam 200 van dit soort scheepslogementen. Een enorme industrie waar Randstad uit zijn bureau jaloers op zou zijn. En dat allemaal met die prachtige VOC-mentaliteit. Het waren allerlei nationaliteiten door elkaar. Denen, Zweden, Nooren, Duitsers. En ze konden elkaar niet verstaan. Dat vonden die VOC-kapiteins alleen maar een voordeel. Kregen ze ook geen muiterij. Want ze konden elkaar toch niet verstaan. Dus ze begrepen niet van elkaar wat ze zeiden. En konden daardoor ook geen blok vormen. Lekker rustig daar. Als je naar de west vaart of naar de oost. Ook dit gebeurde vroeger hier in dit hotel Prins Hendrik. De Prins Hendrikkade. Een verdraaid stukje druk Amsterdam. Met veel verkeer. Zeker richting de IJ-tunnel en het Centraal Station. Dat was vroeger anders. Geen oase van rust, dat niet. Want de handel vanuit de VOC tierde welig. In platmokums gezegd. Er was een hoop gedoe en eilie.
Het gedeelte waar Hotel Prins Hendrik gevestigd was, heette tot 1879 de Oude Teertuinen. De kade bestond destijds uit meerdere namen die allen een lange geschiedenis hadden. Zoals de Haringpakkerij, dankzij de Haringhandel, en de Texelse kade, waar de aanlegplaats was voor de schepen naar Texel. De Kampersteiger, het Kamperhoofd, de binnen- en de buitenkant en de Eigracht. De kade werd dus in 1879 vernoemd naar Willem Frederik Hendrik. Geboren op Paleis Soestdijk op 13 juni 1820. Hij was prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau. Prins Hendrik was de derde zoon van koning Willem II. Prins Hendrik had een lange carrière in de marine. Op zijn sterfbed werd hij nog tot admiraal benoemd. Nog even snel natuurlijk, want vlak voordat je pijp uitgaat nog even admiraal worden. Altijd goed voor de geschiedenisboeken natuurlijk. Dit platform van de Schrijerstoren stond vol met jankende vrouwen die hun vriend of echtgenoot uitzwaaiden. Snik, snik, huilie, huilie. Zouden ze ooit terugkomen? De onzekerheid over de toekomst en het lot van hun echtgenoten brachten de vrouwen tot wanhoop. En al jankend zakten ze in elkaar. Ze stortten zich nog net niet over de reling. Waarom hadden de Portugezen, de Engelsen en de Vikingen niet zo'n toren, vraag je je af. Omdat het een groot lulverhaal is. Toch is het jarenlang verteld. Zelfs nog vandaag de dag. Maar niet door mij. Althans, niet als waarheid. De naam van de Schrijerstoren heeft helemaal niets met janken te maken. Het komt van Schrijershauk Toren. En die Schrijershauk Toren stond in Amsterdam bovenop de verdedigingsmuur die op enkele meters van Hotel Prins Hendrik op de hoek van de Prins Hendrikkade en de Gelderse Kade gevestigd was. En daar maakte hij een scherpe hoek. Schraai is Oud-Amsterdams voor scherp en het hele verhaal over huilende meiden is wel om te janken, maar dan alleen omdat het je reinste bullshit is en absoluut niet waar. Op deze kaart zie je de stadsmuur met de Schrijershauk Toren. Je kunt de scherpe hoek van de verdedigingsmuur duidelijk zien en dit is de plek van de Oude Teertuinen. De plek waar de scheepslogementen stonden, wat nu Hotel Prins Hendrik staat. Op deze oude print kun je zien hoe het was in die tijd met de aankomende en vertrekkende schepen van de VOC. De Schrijerstoren werd gebouwd rond 1487 op de hoek van het IJ en de oostkant van de stad en is de enige bewaard gebleven verdedigingstoren van Amsterdam. Terug in het hotel besluit ik om nu de trap te nemen. Het gangenstelsel en de hoogteverschillen verraden dat het hotel bestaat uit meerdere gebouwen die geforceerd met elkaar zijn verbonden. Langs de muur printen van het hotel en haar omgeving uit vervlogen tijden. Ik zit hier in de Chad Baker Room van het Prins Hendrik Hotel in Amsterdam. Chad Baker was in de jaren 50 een absolute megaster. Met de looks van James Dean, de seksappeal van Elvis en het talent van Miles Davis was hij een van de absolute sterren van de 50e jaren. Maar wel een megaster met een verslaving, heroïne. Die heroïne die bracht hem tot een leven wat steeds dieper en dieper naar beneden ging. En dat eindigde hier, op deze hotelkamer, in dit hotel, viel hij uit dit raam. Voordat Elvis Presley in 1955 de popmuziek op de kaart zette, luisterde de jongen naar jazzmuziek. En Chet Baker was de leukste en de knapste en de meest getalenteerde. Zijn stem was zacht en delicaat.
Zijn trompetspel was virtuoos. Chet Baker was in de jaren 50 een megaster. Chet zingt zoals hij trompet speelt. In 1955 trad hij op, hier verderop, in het Concertgebouw en in het Kurhaus in Scheveningen. Maar ook werd hij telkens, overal waar hij speelde, opgepakt wegens heroïnebezit. In 1966 werd Chet geslagen, waarschijnlijk omdat hij drugs wilde kopen. Hay trad op in het plaatsje Sausalito tegenover San Francisco in de prachtige staat Californië. Daar werd hij achtervolgd door een groep. Hij probeerde een auto in te vluchten van mensen die langs reden. Die mensen duwden hem weer uit de auto en vervolgens is hij verschrikkelijk in elkaar geslagen. Dat kostte hem zijn voortand. En erger was, dat kostte hem ook zijn ambassure. Het werd moeilijk om weer op zijn niveau muziek te gaan spelen. Dat heeft hem een tijdje gebracht tot het leven van pompbediende in een pompstation. Totdat hij besloot dat hij toch weer terug wilde naar de muziek. En hij heeft opnieuw trompet leren spelen. Dat hele verhaal van de voortanden, dat is soms verschrikkelijk overdreven, dat zijn hele gebitter uitlag, etc. Dat is niet waar, maar dat kwam natuurlijk ook omdat Chet elke keer een andere lezing gaf van wat er gebeurd was. Maar later heeft hij toch echt verklaard dat het maar om één tand ging. Desalniettemin was het heel knap dat hij weer op zo'n niveau trompet kon spelen. Na vele uren studie was het hem toch gelukt. Doordat het zo slecht ging door Chet zijn drugsgebruik, is hij vaak benoemd als de mooie jongen waarmee het slecht afliep. Natuurlijk is het slecht met hem afgelopen, maar hij heeft ons zoveel mooie muziek nagelaten. En eigenlijk, ik doe er nu ook weer aan mee, hebben we het meer gehad over de dood van Chet dan over zijn muziek. De dood hier, raadselachtig vanuit het hotel, heeft een hele grote rol gespeeld, zeker in Nederland. En daardoor zijn we zijn muziek wel eens vergeten. Toch is dat jammer, want hij heeft prachtige muziek gemaakt. En het is beter om het over iemands leven te hebben dan over iemands dood. En als je het over het leven hebt van Chet Baker, dat was muziek, zijn leven. Hierboven zie je straks een tip verdwijnen en zoek dat eens op. Druk daarop, dan kom je op My Funny Valentine. Je hoort Chet zingen en spelen, meer de moeite waard, van harte aan te bevelen. Echt doen. Hij is dus hier beneden, met dit raam, maar beneden gekukeld. Hij had in zijn hand, toen hij daar kwam, nog het kettingje waarin hij zich ternauwernood heeft geprobeerd vast te grijpen. Desalniettemin is hij hier beneden terechtgekomen, zoals u op deze foto ziet. Ziet u dat er een agent nog net een deken over hem heen ligt. Hij lag er al een tijd. Veel mensen dachten, nou, dat is weer een junk, want in 1988 was het hier een bende in deze omgeving van de Zeedijk. Het was een drugshol, er stond een bord, betreden op eigen risico en het was niet zo'n fijne buurt. Later is het allemaal helemaal in orde gekomen, is de hele buurt tot bloei gekomen en zelfs dit hotel met zijn legendarische Chet Baker Room. In de nacht van donderdag 12 tot vrijdag 13 mei 1988 voltrok zich hier het drama wat een einde maakte aan het leven van Chet Baker. En toch leeft hij voort in de gedachten van veel mensen. Veel mensen komen hier, willen een bloemetje leggen, gaan hier voor het raam staan, willen beneden de plaketten op de foto zetten of zelfs in deze kamer een riedeltje spelen, omdat ze geïnspireerd zijn door Chet Baker. De gemeente Amsterdam heeft toch besloten om hem voor te laten leven en heeft in Amsterdam-West een straat naar hem genoemd, de Chet Bakerstraat. Nog steeds boeken elk jaar mensen speciaal voor Chet deze hotelkamer. Misschien wat minder als in de John Lennon Room in het Hilton Hotel, maar
jazzmuziek is dan ook geen popmuziek. En het is zeer bijzonder dat deze man nog steeds zo voortblijft in de gedachten van mensen. Jeroen de Valk heeft een prachtige biografie geschreven over Chet Baker. Voor iedereen een aanrader. Ik heb hem uitgebreid gebruikt voor research voor dit programma. Zover, zo goed. Chet Baker, een levende legende en een mooi verhaal, vastzittende aan Hotel Prins Hendrik. Nou, we zijn nog steeds in Hotel Prins Hendrik voor een interview met Peter Vink, directeur-eigenaar. En eigenlijk is de eerste vraag voor de hand liggend. Wie is Peter Vink en hoe ben je eigenlijk terechtgekomen bij dit hotel? Min of meer toevallig. Toevallige afslag. Ik studeerde ooit rechten en ik zocht een bijbaantje. En ik ben toen hier terechtgekomen als part-time nachtportier. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Uiteindelijk ben ik blijven hangen en van het een is het ander gekomen. Dat is de hele korte versie ervan. Ja, ja. En dus je hart lag niet bij de horeca in eerste instantie? Ik ben het wel gaan doen omdat het natuurlijk dat me leuk leek. Werken in een hotel. Dat wel, dat weet ik nog wel. Toen ik dacht van, nou, dat lijkt me wel een leuk baantje. Dus mijn hart lag er wel, denk ik. Maar het lag niet in de lijn der verwachting dat ik ooit zou eindigen als fulltime hotelier, als het ware. Jij bent er ingerold en toen bestond het hotel al. Weet je iets meer over de historie van wie is eigenlijk de grondlegger van Hotel Prins Hendrik in de huidige vorm, zoals we dat nu kennen? Ja, nou, dan moet ik één naam noemen, Gerrit Schoots. Zijn familie zit hier al, meer dan 100 jaar. Zeg maar, die had in verschillende hoedanigheden hadden ze hier zaken. Het waren voornamelijk ook horecazaken, maar dan kleinere zaakjes. Dan moet je denken aan een kroeg of een restaurantje met daarboven hotelkamers. En het heeft verschillende namen gehad, maar de laatste voorloper van het Prins Hendrik heette het New Bridge Hotel. Vernoemd naar de achterkant van Hotel Prins Hendrik, de Nieuwbrugsteeg. New Bridge Hotel, klein hotelletje. En die man heette dus Gerrit Schoots. En die heeft toen eigenlijk de buurt zwaar op zijn reet lag, om op het Amsterdamse te zeggen. En er heel veel junks in de buurt in de rondte liepen en niemand hier meer wou ondernemen, want dat werd je onmogelijk gemaakt. Dan heb je het over jaren 70, zeg maar. Toen heeft hij een aantal leegstaande, oude, verkrotte pandjes opgekocht. Ze opgeknapt, in de jaren 70 en de jaren 80. En langzaam maar zeker is dat uitgebreid tot het huidige Hotel Prins Hendrik. Dat bestaat uit 11 modebetalen panden. En Gerrit Schoots, in de jaren 80 met name is dat gebeurd, zijn al die losse pandjes samengevoegd met een grote verbouwing tot één hotel, tot eigenlijk het hotel wat het nu is, Hotel Prins Hendrik. Oké. Okay. En die meneer heeft jou aangenomen? Ja, die heeft mij aangenomen. Nou, als nachtportier? Als nachtportier. Dat ging een beetje vreemd. Ik had bij een ander hotel in de buurt gewerkt en iemand die hier werkte kon mij en ze hadden hier iemand nodig. En je had dus blijkbaar tegen die meneer Schoots gezegd, ik weet nog wel iemand, dus ik werd gebeld. Jij zoekt werk. In principe wel, maar wie bent u? Hij bromde iets van Hotel Prins Hendrik en kun je even langskomen? Dus ik begon te vragen van hoeveel dagen en hoe, wat voor functie. Lastige vragen, konden maar gewoon langs. En ik zei, nou, kunnen we wel een afspraak maken? En die zeiden, ja, ken u? En zei ik, nu, als in nu meteen? En zei, ja, je woont in Amsterdam. Maar nou, half uur, drie kwartier, dan wacht ik op je. Nou, een beetje vreemd, ben ik toch maar gegaan. En toen kwam ik hier binnen en toen zei hij, oh ja, jij bent dus Peter. Ja, ik hoor dat je wel deugt. En wanneer kan je beginnen? Dus ik zei weer van, moeten we niet eens praten over wat zoekt u precies? Wat voor dagen, hoeveel uren, salaris? En zei hij, ja, dat komt wel wat. En toen zei hij, nou, laten we maar een bakje koffie gaan nemen in de bar. En toen liepen we de bar in en toen zei hij tegen de barkeeper, dit is mijn nieuwe nachtportier. Zo. Ik had zoiets van, volgens mij hebben we nog steeds geen dingen afgesproken. Toen zei hij, ja, dat komt wel goed. Kun je vanavond beginnen? En eigenlijk totaal overdonderd ben ik die avond begonnen. Het was nogal een overdonderende man. Een pracht van een kerel. Later natuurlijk goed leren kennen. En een unieke man. Absoluut een van de meest kleurrijke mensen die ik ooit ben tegengekomen.
Heb je vast wel geleerd, denk ik. Ook wel dingen geleerd van hoe je nou niet met gasten om moet gaan. Zelf was zijn op zich een hele goede vent. Maar enige tact en finesse naar gasten toe, dat had hij niet echt. Dus dat liet hij maar een ander over. Maar ik heb inderdaad heel veel van hem geleerd. En heel veel met hem gelachen, met name. Hij is recentelijk pas overleden. Hij is de enige persoon die ik ken die overleden is aan corona. Hij was al 89. En corona was zoals bij zoveel mensen het laatste setje. Dus hij is in maart overleden. En sindsdien hangt er ook een foto van hem in de receptie. Is het gebouw een monument of niet? Ja, deze panden zijn allemaal monumenten. Dat betekent dat je sommige dingen wel en niet mag. Een heleboel dingen vooral niet mag. Ja. Je moet een hoop dingen en je mag een hoop dingen niet. Het grootste gedeelte van de panden hebben nu net een 2 jaar durende operatie achter de rug genaamd funderingsherstel. Dat wordt al gemonitord door een instantie namens de gemeente. En dan wordt er gekeken of je funderingen nog goed zijn. En als dat niet in orde is, dan moet dat hersteld worden. En een heleboel panden in deze oude buurt zijn al aan de beurt gekomen. En wij dus ook, dat heb hier nu 2 jaar geduurd. En de panden staan er zo'n 500 jaar. Dus we hopen dat met de nieuwe funderingen, dat de panden weer 500 jaar mee kunnen. En dat zag er allemaal hetzelfde uit, die funderingen? Nee. Aan de funderingen kon je zien dat het de bestaande panden, dat die in verschillende tijdsperiodes neer zijn gezet. En ik heb daar door het funderingsherstel een klein beetje onderzoek naar verricht. Vond ik wel interessant om te weten. Ze hebben me altijd verteld, Amsterdam is gebouwd op palen. En er waren dus panden en dan zag je dus echt dat die fundering dus niet alleen de oude fundering eruit gesloopt, maar ook een stuk uitgegraven. De kelders zijn zeg maar ook nog uitgediept. Dus we kwamen dieper uit als dat het pand ooit geweest is. En op een gegeven moment kon je dus onder de panden door, van het ene pand naar het andere pand kijken. En dan zag je alleen dus de oude funderingspalen er nog tussen staan, om de paar meter. Om de 1,5 meter denk ik of zo. En dan zag je dus echt, ja, boomstammen, zo dik, zoals je het geleerd had. Het werd op palen gebouwd, die gingen dan 15, 20 meter de grond in tot op de zandlaag. En dan daarbovenop werd een dwarsbalk gelegd en daarbovenop werd gemetseld. En dus het was wat ik verwachtte voor een aantal panden. En een aantal panden zag ik die palen niet. En wat ik wel zag was een soort van, ja, dikke takkenbos. Allemaal dunnere stammetjes, schots en scheef door elkaar heen. En ja, dat leek eigenlijk zo in de grond gedaald. En toen ben ik daar eens een beetje naspeurwerk naar gaan doen. En dat blijkt dus een veel oudere funderingstechniek te zijn die ze dan gebruikten, ik meen zo tot 1500 of zo. En wat ze dan deden, er waren veel kortere stammetjes en die daalden ze dan gewoon in de klei en dan een heleboel. En dan werd dat samen, die stammetjes, dat werd dan wel zo'n dikke haag als het ware. Het heeft met wrijving te maken, een wrijvingsweerstand of zo. En dan, dat komt erop neer, dat is net als dat je voet in de blubber zet. Dan voel je dat het zuigt. Ja. En als je hem eruit haalt, dan hoor je. Ja. Nou, en dat is eigenlijk een techniek die toen op die manier gebruikt is. Heel veel stammetjes neerzetten, in de grond houden, van een paar meter lang. En dat vermengde zich dan, het werd dan één geheel. En dat, ja, dat had een bepaalde opwaartse druk, wat die muren van de panden kon dragen. Okay. En onder de zwaan, onder de bar, dat was een van die panden. En het pand waar we nu in zitten. Ik heb 2 van dat soort funderingen gezien. En ik heb dat later ook in rapporten gezien van de mensen die het onderzoek gedaan hadden naar moet er funderingsherstel plaatsvinden of niet. En die schreven dat ook. Ik had het zelf laat gevonden, maar er stond ook in dat dat een funderingstechniek was die dateerde iets van voor 1450. Was jij nachtportier ten tijde van de dood van Chet Baker? Nee, dat was een aantal jaren daarvoor. Okay. Ik heb dat niet zelf meegemaakt. Er was vooral veel mysterie rondom zijn dood. Er zeiden mensen, ja, hij is vermoord, hij niet. Ik heb van alles hier gehoord. Ik heb mensen die bezweren dat het de CIA was. Ik had Amerikanen die dat bezweerden, dat is de CIA, want hij gaf Amerika een slechte naam. En ik heb gehoord dat hij uit het raam geduwd is door drugsdealers. En ik heb van alles nog wat gehoord, dat het zelfmoord was. Van alles en nog wat. Maar
stukje bij beetje is me wel een hoop duidelijk geworden in de tijd dat ik hier nu zit. En ik denk dat het helaas voor sommige mensen een stuk minder spectaculair geweest is allemaal. Dat denk ik ook. Waarbij ik me met name baseer op eigenlijk de enige die hier toen was en er echt wat over kon zeggen. De man die destijds daar zat als ja. Balie medewerker. De man die toen een dubbele dienst deed, zowel de avond als de nacht. Dus die Chad Baker heeft aangenomen als gast, ingecheckt en daar de hele nacht bij is geweest. En ik denk dat dat eigenlijk de enige is die namens dit hotel er echt iets zinnigs over kon zeggen. Is het een soort bedevaartplaats? Voor sommige mensen wel. Er zijn mensen nog die elk jaar op zijn sterfdag bloemen komen leggen en een soort van ja, waken houden. Okay. Maar dat is een handjevol mensen. Mensen uit Amerika, familieleden? Familieleden zou ik niet weten. Eén keer zijn weduwe gehad, of althans iemand met wie die nog getrouwd scheen te zijn op papier, maar in de praktijk al de hele tijd niet meer samenleeft. Die is nog eens komen kijken. Voor de rest zijn het mensen uit verschillende landen. Dat is wel van over de hele wereld. Dat varieert wel van Amerikanen tot Italianen, tot Japanners, tot zelfs Chinezen. Zo. Maar het zijn geen hordes mensen. Alhoewel de plaketten aan de muur wel heel veel gefotografeerd wordt en bekeken wordt. Dat weet ik wel. En het staat ook in bepaalde tourboekjes. En het werd ook wel eens verwerkt in bepaalde wandeltours hier in de buurt. Patrick, wil je bedanken om meerdere redenen aan voor het interview, maar ook de manier waarop jij en je personeel en alle mensen hier hebben meegewerkt aan deze video. Ik helemaal top. Goh, wat een verhaal. En dan nog te bedenken dat deze panden al meer dan 500 jaar hebben gestaan op een fundering van korte boomstammetjes. Ik spoed mij naar de receptie en schrijf nog een verhaaltje in de ouderwetse versie van de review, het gastenboek. Lieve mensen van Hotel Prins Hendrik, jullie hotel is een uniek hotel. De geschiedenis van het hotel gaat terug naar lang vervlogen tijden en vertelt verhalen die exact weergeven waarom ik deze serie zo graag wilde maken. Het hotel heeft zich aangepast en aangepast. De huidige directie begrijpt hoe het toerisme werkt in het drukke Amsterdam en het vergt tijd en inzet. Desondanks stonden ze open voor medewerking aan dit programma. De staf en het personeel is deskundig, behulpzaam en servicegericht. Ik dank iedereen voor hun inzet. Het unieke verhaal van het scheepslogement en de rol van Chad Baker zal ik met trots uitdragen. Het was een topervaring. Jan van Dijk. Nou beste mensen, dit was het dan. Ik hoop dat jullie het wat vonden. Nog een laatste blik op Hotel Prins Hendrik. Met de verhalen over de scheepslogementen, Chad Baker, maar ook over de fundering van deze eeuwenoude panden. Er komen nog meer afleveringen van Storybook Hotel. Andere hotels met andere verhalen. Wil je op de hoogte blijven wanneer de volgende afleveringen komen? Abonneer je dan even op mijn kanaal via het logootje rechts onderin. Met Storybook Hotel boek je geen kamer, maar wel een opzienbarend verhaal over onze samenleving.